Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen, echt enorm bedankt. Ik krijg zoveel lieve cadeautjes. Ik ga er helemaal van storteren. Wil je mij dus ook een lief bedankje sturen, dan kan dit. Hier onderaan de video zie je de button bedankt staan. Dat wijst vanzelf de weg. Lukt het nou niet via YouTube en wil je het op een andere manier doen, dan kan dit via de link die ik in de beschrijvingen en in de reacties heb gezet om mij een cadeautje te geven, omdat je blij bent met het werk wat ik doe. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij Redevoering 25, Saint-Germain, 25 december 1932. Aanroeping. Oneindige ik ben tegenwoordigheid. Wij zien dat u vanuit uw zeer oude heiligdom uw energie laat uitstromen in uw verwezenlijkingen, die u met bewuste intelligentie uitdrukt. Mogen uw volmaaktheid tot uiting komen in iedere levensfase en mogen alles op aarde, wat door de mensheid beladen werd met verkeerde eigenschappen, verheven worden tot in de hoogste verheven staat. Uw eeuwigdurende volmaaktheid. Ik breng u groeten over in het bijzonder vanuit de retraite in Arabië. Het grote opleidingscentrum voor het gebruik van de machtige stralen. Ik heb vandaag twee verrassingen voor u. Ik zeg, ik, omdat wij allen één zijn. Ik vertrouw erop dat ik geen inleiding moet geven wanneer ik tot u spreek via de straal van licht en klank. Nada spreekt. Redevoering. Deze dag die de geboorte van Christus werking in alle mensen voorstelt en die in het bewustzijn kenbaar gemaakt wordt aan de mensheid, lijkt altijd erg mooi voor ons. Het is ook een zeer mooie dag voor de studenten die zich bewust zijn geworden van wat het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid voor hen betekent. Wanneer ze gebruik maken van de grenzeloze macht, brengen ze liefde en intelligentie in beweging om hen te gehoorzamen. De mensen hebben zich zo lang afgevraagd hoe ze het Christusbewustzijn konden bereiken. De eerste grote stap is de erkenning van de grote Ik Ben tegenwoordigheid, God in u. De tweede stap is het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid, want wanneer u zegt Ik ben, terwijl u begrijpt wat dit betekent, dan bent u binnengetreden in het Christusbewustzijn. Mooi hè? Ik ben is dus de bevestigingen. Dit betekent niet dat u onmiddellijk de volheid van het Christusbewustzijn uitdrukt. Want u moet eerst weten waar u naartoe gaat en wat u wenst te doen voor u dit kunt volbrengen. Alle opgevarenen hebben hetzelfde pad bewandeld en zij hebben dit op identieke, dezelfde wijze gedaan. Want alle wegen leiden naar de grote centrale zon die God is. Onze beminde broeder Jezus volbracht een van de grootste zegeningen voor de mensheid. Niet alleen door het voorbeeld te geven vanaf zijn geboorte tot aan het volbrengen van zijn hemelvaart, maar vooral door een eeuwigdurend verhaal te creëren, dat stralend blijft en zich onder de mensen verspreidt. Nou, daarom is hij de enige geboren zoon, hè? Dus het is niet de enige geboren zoon als enige. Nee, hij is de enige die het op die manier gedaan heeft. En de mensen zo heeft laten zien dat de dood niet bestaat. De onopgevarene kan slechts gedeeltelijk beseffen wat dit betekent voor de mensheid. Het is een eeuwigdurend baken dat hen naar het licht wenkt, met het voorbeeld van de hemelvaart. Gaf Jezus niet alleen duidelijk aan wat er kon gedaan worden, maar vooral wat er uiteindelijk moet gedaan worden. Nou, dat is precies zoals ik het net uitleg. Hij was de enige die het liet zien hoe de hemelvaart, hè, dus de opstanding, hè, als je bijvoorbeeld vermoord wordt, of op wat voor manier dan ook, dat je je lichaam weer kan opbouwen, dat je je tempel weer vervolmaken kan. Hè? Je lichaam is je tempel. Hij liet zien dat de dood niet bestaat. Het is slechts een illusie. En wij hebben de macht en de kracht dit te overstijgen om uit deze hypnose te stappen.
Als je het eenmaal doorhebt, bestaat het allemaal niet eens meer. Dan is het slechts iets om je over belachelijk te maken hoe achterlijk dit allemaal is. Ja? Dus, met het voorbeeld van de hemelvaart gaf Jezus niet alleen duidelijk aan wat er kon gedaan worden, maar vooral wat er uiteindelijk moet gedaan worden. Precies, want anders blijf je in die cyclus van reïncarnatie, waar je dus dan niet uitkomt omdat je nog steeds denkt dat je dood moet gaan. Zoals hij in staat was grote wonderen te verrichten. Eigenlijk is het ook gek als je denkt dat je moet doodgaan. Hè? Dus je alleen maar door drie manieren, hè? Door een ziekte, een moord of een ongeluk kan je dood. Zo deed hij de wonderlijke belofte. U zult zelfs grotere zaken doen dan deze. Zeer dikwijls vragen studenten zich af welke grotere zaken er nog kunnen gedaan worden dan diegene die Jezus deed. Maar hij zegt ons dat hij slechts enkele diensten betoonde van alle universele diensten die men voor zijn medemens kan doen. Voor ons is deze dag altijd het symbool van het bewuste begin van de wonderbaarlijkste van alle verwezenlijkingen, namelijk de hemelvaart. Op het ogenblik dat iemand zich bewust wordt van dit feit, is het proces van zijn eigen verheffing begonnen. Het kan dit snel volbrengen of hij kan hier tijd voor nodig hebben, naar gelang zijn volledige begrip van deze waarheid. Ik heb persoonlijk ondervonden dat wanneer ik mij er bewust van werd dat dit betekende en de ik ben tegenwoordigheid begon te gebruiken. Ik ervaarde dat ik kort daarna volledig onbewust was van tijd of plaats, naar gelang ik dieper doordrong in deze bewustzijnsverhoging. Ervaarde ik elke dag dat alles wat ik verlangde binnen handbereik was. Merk wel, volledig in mijn individuele heersende macht. Samen hiermee kwam het bewustzijn dat goddelijke liefde de machtige verbindende kracht was die alles samenhield en op zijn plaats hield. De goddelijke liefde in mij die ik leerde kennen maakt mij een onoverwinnelijke magneet voor alles waarop mijn verlangen rustte. Deze eenvoudige waarheid is een van de machtigste die eerst aan de student geopenbaard wordt. Voor eerst zorgt deze waarheid ervoor dat iemand inziet dat hij werkelijk kan uitstijgen boven zijn schijnbaar opgelegde beperkingen. Vervolgens ontdekt hij stap voor stap dat hij dit ook werkelijk doet. Daarna komt de grote instroming en uitstorting van dit machtige innerlijke zelf, dat in zijn eigen omhelzing de substantie bezit van alles wat het hart kan wensen. Denk erom dat uw bekwaamheid en uw gezag om deze substantie te kneden en te kwalificeren er de oorzaak van zijn dat de substantie de door u gewenste vorm aanneemt, zij het vrede, liefde, goud of verlichting. Ik zeg tot de beminde studenten, ontwaak beminde studenten, open uw ogen voor uw gezag, uw recht, uw bewuste bekwaamheid om deze grote wet toe te passen voor uw volmaakte gezondheid, eeuwige jeugd en schoonheid, de rijkdom van God en voor de verheerlijking van uw denkvermogen en lichaam om u vervolgens te verheffen tot de verheven heerschappij en tot uw eeuwigdurende vrijheid. Daarna zult u stap voor stap ontdekken dat u aan het verwezenlijken bent. Vervolgens zult u al de uiterlijke omstandigheden die u omgeven beginnen vergeten. U zult het glorievolle gevoel hebben dat u gekoesterd wordt in de grote omhelzing van dit machtige innerlijke meesterlijke zelf dat nooit tijd of ruimte gekend heeft of zal kennen. U bent de meester en u bezit de heerschappij over uw leven en uw omgeving. Op het ogenblik dat u erkent dat de energie, macht en intelligentie die u gebruikt, de machtige ik ben tegenwoordigheid is. Trouwens, hoe gelukkig zijn de mensen op aarde die zich bewust worden, werkelijk bewust van deze waarheid. Jezus zei, ken de waarheid en de waarheid zal u bevrijden. Dit is een van de belangrijkste punten van deze waarheid. Beminden, pas deze waarheid met grote vastberadenheid toe.
terwijl u alle onzekerheden uit uw denken bandt. Zo zult u gestadig die met edelstenen versierde ladder met succes beklimmen. Terwijl u dan achterom kijkt naar elke stap die u gezet hebt, zal de schitterende straling steeds groter worden en u zult u afvragen, hoe kon ik zo lang in de schaduw lopen, terwijl deze machtige levensvlam boven mij klaar stond om ogenblikkelijk al mijn ongelukkige en onkundige creaties te verteren. Ik zeg u, beminden, dat u niet eindeloos hoeft te wachten voor de erkenning van deze machtige tegenwoordigheid. Omarm haar met al de vertering die u kan opbrengen, en zij zal u zeer snel verheffen boven al deze ogenschijnlijke beperkingen, terwijl ze u hult in het naadloze kristallen gewaad. Het is uw recht om dit gewaad te dragen, dat schittert door het stralende licht en dat bijeengehouden wordt met een gordel van juwelen. In uw hand zult u de schitterende scepter van heerschappij houden, het zoeklicht van uw machtige ziel, dat u op alles kunt richten. Op iedere plaats en op iedere hoogte, en u zult zo de openbaringen die zij bezit naar u toetrekken. Beminde broeders en zusters, dit is het toonbeeld van de vervolmaking die wij gebruikt en bereikt hebben. Wij weten dat u dit ook kunt, omdat wij het deden. Ontgroei nooit het bewustzijn. Ik ben de opgevaren tegenwoordigheid. Wanneer u dit zegt, weet dan, het is de zelfbevestigende uitstralende kracht waardoor ik mijn volledige heerschappij bereik. Het verheugt mij zeer weer thuis te zijn en de vreugde in uw hart te zien. Ik voel ook grote vreugde bij het zien dat u al veel sporten van de ladder beklommen hebt in het bewuste weten dat u het grootste van Gods geschenken kunt bereiken, met name zijn volheid. Cha'ara. Het is met grote vreugde dat ook ik enkele woorden tot u mag richten, via de straal van licht en klank, en dat ik persoonlijk de vele aanroepingen tot Cha'ara mag beantwoorden. Ik heb er dikwijls dolle pret in gehad om mij te bewegen onder de studenten die er zo naar verlangden dat ik mij voor hen zichtbaar zou maken. Hielden sommigen van hen bij de minste ongewone bewegingen hun adem in uit vrees dat ik het zou doen. Weet u, het is ontzettend komisch dat de menselijke kant van iemand iets sterk verlangt en dat hij er tegelijkertijd allerhande ongemakkelijke gevoelens bij heeft. Ja, dat is wel gek. Maar beminden, ik vertel u dit. Ik kan lang niet zo angstaanjagend verschijnen als u zou denken. Vertrouw er dus tenminste op dat ik in een aangename vorm zal verschijnen. Dat is het, hè? Als ineens zomaar bij je hier in je kamer verschijnen, dan schrik je helemaal het lepblaas. Dus je wilt het zo graag, hè? Verschijnen alsjeblieft. En als het dan zou gebeuren, dan rennen mensen weg. Dan denken ze dat ze een spook hebben gezien. Vertrouw er dus tenminste op dat ik in een aangename vorm zal verschijnen. En dat ik tevens zal proberen om ten gunste van de dierbare zusters een beetje parfum van rozen mee te brengen. Vraag vanuit Kashmir. Antwoord. Dat zou zeer passend zijn. Vraag. Waarom niet uw eigen merk? Antwoord. Ik ben zeer waakzaam. Ik moet dit niet aankopen zoals u doet, want ik heb het voorrecht mijn eigen parfum te maken. Mag ik nog een woord richten tot de beminde studenten? Want ik wil hen aanbevelen en hen aansporen om verder te gaan met de wonderlijke, glorievolle tegenwoordigheid van liefde en welwillendheid. Gebruik deze tegenwoordigheid niet enkel voor ons, maar voor elkaar, want het creëert een prachtige toestand waarin de ontwikkeling van het bewustzijn met grote sprongen vooruit gaat. Ik moet de studenten een gevoel van zelfverzekerdheid aanbevelen bij de aanvaarding van onze tegenwoordigheid. En ik spoor hen ook aan dat ze bewust zouden zijn van hun bekwaamheid om de wet van hun ik ben tegenwoordigheid toe te passen. Want deze wet versterkt zich zeer snel. Wees niet ontmoedigd in uw vraag naar onze zichtbare verschijning. Terwijl ons gehoor perfect in orde is, verzeker ik u nochtans dat die vraag een vereiste inhoudt. In de vraag naar iets is een bepaalde trilling die de studenten nodig hebben. Hetgeen niet kan verklaard worden,
behalve als je dit ziet vanuit de innerlijke werking. Amerika. Amerika, kostbaar juweel in de kroon, diadeem van de aarde, bloem van oude wijsheid en licht. U zult opnieuw in de kracht van uw volledige bloei komen. Ondanks alle huidige ogenschijnlijke hindernissen en verschijnselen van het tegenovergestelde. Machtige Amerika, uw ziel bezit de kracht om uzelf te bevrijden van de kwalen die zich aan u hebben vastgezogen. Namelijk de kwaal van het egoïsme en de creatie van het lager denkvermogen van onontwaakte personen. Zo zult u opnieuw in de volheid van het licht komen, wat uw geboorterecht is. Beminde studenten van deze straling, wat er ook gebeurt in de buitenwereld, laat deze gebeurtenis of de ideeën van anderen over Amerika zich niet verankeren in uw bewustzijn. Sta sereen in uw door God gegeven heerschappij en ken de waarheid. Zie Amerika vrij en bestuurd door goddelijke liefde en gerechtigheid. Het net waarin de duistere kracht van de aarde Amerika schijnbaar gevangen houdt, zal nochtans geconfronteerd worden met het zwaard van waarheid en licht, dat dit net overal zal doorklieven en er het voorbereidende kruis van vrijheid, licht en gerechtigheid zal van maken. Het waardevolste in iemands leven is dat hij zijn ogen sluit voor zaken waar hij niets kan aan verhelpen en dat hij de machtige kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid erkent en in werking brengt. Ziet u niet, beminde studenten, hoe ontzettend dom het is een verschijnsel te aanvaarden door suggestie of insinuatie of gewoon iets te aanvaarden wat u niet wenst, of het nu een nationale staats- of persoonlijke aangelegenheid is. Wanneer u in het buitengewone voorrecht hebt om de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in werking te brengen, om eender welk verschijnsel dat niet volmaakt is te transformeren. Mensen hebben steeds de gewoonte gehad onvolmaaktheid te zien waar wij volmaaktheid zien. Aanvaard nu ieder uur van de dag de volmaaktheid van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, door ze te erkennen. Dit betekent niet dat u hierover elk uur moet mediteren, maar u kunt gedurende de dag tenminste eenmaal per uur bevestigen. Ik aanvaard de volledige werking van mijn machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Dus dit zeggen we weer tegen onszelf. Ik aanvaard de volledige werking van mijn machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Elke keer dat u dit bevestigt, versterkt u haar volmaaktheid nog meer in uw dagelijkse werkzaamheden. Aangezien u deze energie reeds gebruikt, waarom erkent u dan niet op ieder ogenblik wie en wat het is waar u gebruik van maakt? Zo kunt u deze energie de heerschappij geven die ze wenst uit te drukken. Op deze manier kunt u een onoverwinnelijke kracht in beweging brengen voor de vrijheid, bescherming en zegening van Amerika, uw geliefde land. Tot nu toe droomt u een beetje van de machtige invloed en kracht om regelingen te treffen die deze Ik Ben tegenwoordigheid tot uitvoer kan brengen. Wanneer ze bewust in beweging gebracht wordt door één of meerdere mensen die haar onoverwinnelijke universele macht erkennen, laat mij u erop wijzen dat u niet hoeft te luisteren naar het voortdurende geweeklaag en de suggesties van allerhande destructieve activiteiten. Want u weet dat de Ik Ben tegenwoordigheid dit allemaal verteert en dat zij al deze energie de eigenschap toekent van vrijheid, bescherming en volmaaktheid voor Amerika en de wereld. Ter aanmoediging wens ik u te zeggen dat al deze mensen die de huidige toestand veroorzaakten niet voorzagen dat ze dit niet meer onder controle zouden hebben. Hierdoor waren velen van hen niet meer in staat hun land te blijven koesteren. Dus diegenen die trachten terug voorspoed te brengen door het onbegrensde gebruik van bier, zullen ervaren dat ze de zaken niet meer onder controle hebben. In plaats van tijdelijke voorspoed te brengen, zullen de zaken uitgezuiverd worden, zodat er werkelijk voorspoed komt. Nou, al die alcohol en zooi, lekker bedwelmen. Mensen kunnen niet meer nadenken.
Zoals steeds in tijden van schijnbare chaos zal er op aarde vrede en goede wil komen onder de mensen. Het licht van de verbreidende Christusenergie in het hart van de mensen doordringt de aarde en zal zichzelf weer aantrekken en versterken. Ten bate van de beminde studenten wil ik hen opnieuw aansporen. Niet langer te discussiëren over disharmonische zaken dan nodig is om een situatie te begrijpen. Wend u er dan volledig van af en schenk er nooit meer aandacht aan, want ik verzeker u dat alles wat u koestert in uw bewustzijn zich zal uitdrukken in uw leven en omgeving. Vul uw bewustzijn dus met de grote Ik Ben tegenwoordigheid die de machtige vervulling van ieder van uw verlangen in zich heeft. Zie deze volmaaktheid, deze volledige volmaaktheid van haar werking, overal in uw leven en in uw omgeving. Wees niet beïnvloed of verstoord door de creatie van anderen, waar u toch niets kunt aan verhelpen, behalve door volmaaktheid te zien, wetende dat achter de schijnbare schaduw zich het schitterende witte licht van de Ik Ben tegenwoordigheid bevindt. Beminden, dit is mijn zegening voor de periode die ik bij u ben. Ten slotte zenden mijn moeder en anderen van de opgevaren heerschaar, waarvan jullie er enkelen niet kennen, maar zij kennen u wel, hun groeten van liefde, vrede, overvloed en kracht naar ieder van u, om u te zegenen op uw weg naar uw uiteindelijke overwinning en vervolmaking. Saint Germain. Welnu, wij hebben veel geluk dat de radiomaatschappij ons geen zenduren kan aanrekenen voor onze zendstation. Ik veronderstel dat wanneer zij hiervan zouden afweten, zij ons dit zouden aanrekenen. Nou, echt hè? Want het is natuurlijk de telepathie, hè? Het is vrije radio. En als we zoveel intelligentie en informatie aan ons en allemaal info. En dan zouden ze zeker belasting opheffen als dat kon. Tot besluit zou ik nog enkele woorden willen zeggen. Voornamelijk om de studenten ertoe aan te zetten te erkennen dat wanneer ze zeggen ik ben, voor om het even wat ze willen verwezenlijkt zien, ze niet alleen de grote Ik Ben tegenwoordigheid in werking brengen voor deze verwezenlijking, maar ze zouden er zich sterk van bewust moeten zijn. Dat deze tegenwoordigheid zelfontwikkeling, zelfbevestiging en zelfuitstralende kracht in zich heeft, terwijl herhaling goed en dikwijls vereist is om een diepere overtuiging te bewerkstelligen. Zouden de studenten op hun huidige punt van vooruitgang zich meer bewust moeten worden van de natuurlijke, inherente, zelfbevestigende kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid. Dit zou het lager denkvermogen een vollediger begrip moeten geven, zodat wanneer de menselijke gedachten in beslag genomen worden door andere taken, het bewustzijn de instructie van de Ik Ben eens per uur kan uitzenden naar eender welke verwezenlijking, zonder op een of andere manier te interfereren met het werk van de student. Het is voor de student een grote vergissing het idee in zijn denkvermogen te registreren dat hij geen tijd heeft voor deze zaken, want het vergt slechts een ogenblik om ten volle te beseffen dat de machtige onoverwinnelijke werking van zijn Ik Ben tegenwoordigheid kan gebruikt worden in alles wat zijn aandacht vraagt. Het volgende kan echter zeer nuttig zijn. Dit zeg je weer tegen jezelf. Ik ben de machtige tegenwoordigheid die de tijd, alle tijd die ik nodig heb, beveel voor de verwezenlijking en de toepassing van deze machtige waarheid. Dit zeg je dus tegen jezelf als je dus jezelf weer vertraagt. Het ego die niet wil dat jij dit leert. Ja, dus die gaat jou vertragen. Je zegt, ik heb er geen zin in, ik ga liever een film kijken, ik ga wat anders doen. Nou, dan zeg je, ik ben de machtige tegenwoordigheid die de tijd, alle tijd die ik nodig heb, beveel voor de verwezenlijking en de toepassing van deze machtige waarheid. Ik ben de machtige tegenwoordigheid die de tijd, alle tijd die ik nodig heb, beveel voor de verwezenlijking en de toepassing
van deze machtige waarheid. Anderzijds, indien iemand zich meermaals per dag gedurende enkele ogenblikken bewust wordt, ik ben de enige intelligentie en tegenwoordigheid die handelt, zal dit op een natuurlijke wijze de zaken regelen, naargelang de behoefte. Het is zeer gemakkelijk om het bewustzijn in beweging te brengen, wetende dat men niet beperkt wordt door enig gevoel van begrenzing. Ja, het is toch eigenlijk allemaal wat, het is toch te zot wat we allemaal ons hebben aangeleerd, jongens. Hè? De tempels van het licht zijn gelegen in de etherische gordel boven de aardatmosfeer. De straling wordt vanuit deze gordel naar de aarde gestuurd doorheen haar atmosfeer. De etherische gordel rond de aarde en deze rond Venus zijn totaal verschillend. Venus bevindt zich in de etherische gordel van de zon, terwijl de aarde zich eronder bevindt. Waarschuwing. Geef geen enkele erkenning aan iemand die een instrument is voor duistere krachten. Nou, precies. Vreselijk. Weet één zaak. Enkel de ik ben tegenwoordigheid, intelligentie, licht en macht zijn werkzaam. Ja, geef geen erkenning aan iemand die een instrument is voor duistere krachten. Ja, dus iemand die duister bezig is, geen erkenning geven. Wees op geen enkel ogenblik bezorgd over om het even welke persoonlijke activiteit. Het is de taak van de student volmaaktheid te zien, te voelen en te zijn, ongeacht welk menselijk verschijnsel zich schijnbaar voordoet. Zegening. Machtige ik ben tegenwoordigheid. Vanuit het hart van uw grote stilte komt de oplossing en de volmaaktheid van alles. Want u bent de enige heersende macht. Volmaaktheid en intelligentie in elke uiterlijke ervaring. U bent de tegenwoordigheid die iedere menselijke uitdrukking beheerst. Enkel wanneer wij uw volmaakte verwezenlijking zien, in alles, veroorzaken wij volmaaktheid in elke verwezenlijking. Nou, hier hebben we een plaatje van Saint-Germain. Nou, lieve mensen! We zijn aangekomen bij redenvoering 26. Dit was redenvoering 25. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. En heel veel succes met deze leer. En dat jullie het gaan omzetten. Van hoger bewustzijn. Hou ook af en toe eventjes de community posts in de gaten. Want ik ga iedere dag prachtige quotes en zegeningen op de community zetten. Dus lieve mensen, heel veel succes en tot de volgende week.